In deze video gaan wij heel veel monstereieren openen, dus laten we gewoon maar meteen beginnen. Hier hebben we de eerste 6 en we gaan ze gewoon maar meteen kopen. Hier kan natuurlijk van alles in zitten en in de vorige video zeiden jullie dat jullie het heel erg leuk vonden dat we weer Brawl Stars gingen doen. En nu krijgen we trouwens een mutatie voor Spike. Ik hoop eigenlijk wat nieuwe knokkers te krijgen. Maar als jij dus meer Brawl Stars wil van ons, drop die like en deel deze video met al je vrienden en abonneer even. Dan kunnen we eventjes in de tussentijd wat eieren openen. Ik hoop dat we iets legendarisch krijgen natuurlijk. En dus een nieuwe knokker, want ik mis best wel wat knokkers. Het is toch wel enigszins jammer, want ik heb zo lang niet meer gespeeld. Dit is trouwens episch. Wat zit hierin? Een spray. Dat boeit me eigenlijk helemaal niks. Het schijnt trouwens ook zo te zijn dat er dus een manier is om altijd een legendary te krijgen. Nou weet ik niet exact wat die manier is. Dus in deze video ga ik die nog niet proberen. We hebben trouwens wel even een gratis beloning die we kunnen unlocken. Dankjewel daarvoor, Brawl Stars. Oké, nou moet het door. Maar als jij dus weet welke manier dit is, laat het even weten in de reacties. Wat is de volgorde? Of stuur even een linkje of waar ik het kan vinden. Ik ben wel benieuwd. Ik weet niet waar ik dat kan vinden. Wat nou precies die volgorde is om dus die eieren te openen. Hier kunnen we 12 eieren kopen. Dus laten we dat doen. Huppakee. Dan gaan we even gewoon er even doorheen. Ik wil er misschien wel een stuk of 50 openen in deze video. Dus super episch, mythisch, legendarisch. Jawel, daar gaan we. Een legendarische ei. Dit is mijn eerste volgens mij op camera. En wat krijgen we? We krijgen een nieuwe skin. Ja. Ja, oké. Ik had eigenlijk gehoopt op gewoon een nieuwe knokker. Maar prima, we hebben een nieuw skinnetje gekregen. Ik ga hem ook gelijk uitrusten. Prima. Helemaal leuk. Nou, door naar het volgende ei. Hopen dat we er meer krijgen. Episch. Oh, het zou vet zijn als we hem gewoon back-to-back zouden krijgen. Dus 2 keer achter elkaar een legendarische knokker. Knokker. Of een legendarische. Niet, gewoon een legendarische reward. Dat is wat ik het woord dat ik zocht. Oh, dit is heel standaard. Hier zit niks in. Super episch. Oeh, en dit is waarschijnlijk gewoon weer een mutatie. Anders hadden we deze animatie niet gezien. Prima, we hebben al zoveel mutaties gekregen. Oh, okay. Iedere keer als hij weer eentje verspringt, denk ik, ja, dat is hem. Helaas, hier zit weer een mutatie in. Zo hebben we mega veel mutaties. Ik heb er ook trouwens best wel veel gespeeld de laatste tijd. Dus ik ben best wel omhoog gegaan. Ik wil even naar die 20.000 trofeeën toe. Dat moet wel te halen zijn. En daarna gewoon doorstampen. Want ja, ik heb heel veel knokkers level 20. Eigenlijk wil ik ze allemaal nu even naar level 20 toe pushen. En daarna door naar 30, 35 en noem maar op. Oké, nu is het al tijd voor een mythische. Oh, oké, helaas. We krijgen weer iets episch. En het is maar een spray. Gebruiken jullie veel sprays? Ik gebruik ze eigenlijk nooit. Oh, episch door. Mythisch. Legendarisch. Daar gaan we weer. Wat gaan we krijgen? Het is een skin weer. Let's go. Nieuwe skin voor Brock in dit geval. Ik vind deze wel vet. Ik vind deze wel ziek. Wat dat max kracht betekent, heb ik eigenlijk geen idee van. Maar prima. Het is bijzonder dat we het krijgen, dus ik ben blij. Oké, we gaan door naar het volgende ei, waar voor de rest alleen maar bling in zit. Prima. Krijgen we nog dat? Nee, dit was hem alweer. Goed, gaan we even in de tussentijd even iets anders doen. Niet een spelletje, maar ik wil jullie eventjes vragen of jullie in onze club willen komen. Ik heb namelijk een nieuwe club gemaakt. Dit is de club. Te veel gevraagd heet die. Hij heeft een vlammetje als icoon. En ik heb er wat bij gezet. Ik weet niet of ik kan laten zien wat de tekst is. Ik heb in ieder geval bijgezegd dat het de officiële 2024 club is. Dus join deze eventjes. Op dit moment zit er nog niemand in. Je moet minimaal 20.000 trofeeën hebben. Als ik zie dat, dat er te weinig mensen inkomen, dan doe ik het wel naar beneden. En als het te snel vol raakt, dan ga ik hem iets omhoog doen. Maar goed, dit is in ieder geval wel heel nice. Laten we doorgaan naar meteen de volgende eieren. Want ja, ik wil niet te lang praten. Ik wil gewoon eieren openen in deze video. Dus laten we weer hier naartoe gaan. Let's go. We hebben nog genoeg eieren die we kunnen kopen. Dus heel veel geld gaan we weer besteden. Ja, jullie moeten gewoon gaan kijken. Als jullie massaal deze video's gaan kijken, kan ik ook vaker eieren voor jullie openen. En daarmee dus ook leuke content maken. Nou, hier zit voor de rest niks in. Nou, dan moet er gewoon minimaal weer een legendarische in zitten, toch? Of een nieuwe knokker, of wat dan ook. Nou, weer mutatie vind ik niet heel bijzonder. Mutaties schijnen wel sterk te zijn, hoor. Gedurende een paar dagen ook maar. Nou, goed. Dan gaan we door naar de volgende mutatie. En huppa, Piper. Prima. En oh, episch. Een episch iets. Wat krijgen we? Weer een mutatie. Oké. We hebben nog zoveel knokkers die we kunnen lokken. Waarom krijg ik hier geen knokkers uit? Super. Oké, helaas. Ik dacht dat we knokkers zouden krijgen. Ik had stiekem een klein beetje hoop. Maar het is een mutatie voor Nita. Oké. Helemaal goed. Super. Oh, episch. Oeh, we had zomaar eens door kunnen gaan.
Maar nogmaals, laat even weten in de reacties als jij weet welke volgorde ik moet slaan om eventueel iets anders te krijgen. Om gegarandeerd bijvoorbeeld een legendary te krijgen. Ik ben wel benieuwd of dat überhaupt bestaat. Ho, we gaan door naar... Episch, prima. Helemaal cool. Wat zit erin? Poco. Weer een mutatie. Alleen maar mutaties. Oh, we krijgen credits. Dat is nooit verkeerd voor Griff. Ik had trouwens laatst ook al een andere knokker unlocked op die manier. Nou, we hebben eigenlijk niks gekregen uit die doos. Hoeveel hebben we er nou al geopend? We hebben deze 6, 12, dat maakt 18. Dat betekent 30 eieren die we tot nu toe al hebben geopend. Maar ik wilde eigenlijk richting de 50. Dus laten we doorgaan naar nog een keer 12 eieren. Huppakee. Nou, duurt eventjes zo. We gaan openen. We beginnen met wat credits. Prima. Zo, we gaan naar episch. Mythisch. Oké, wat zit hierin? Bling. Jongens, ja, tuurlijk krijg ik veel bling, maar ik wil toch gewoon wat anders dan bling. Kom op. Nou, we hopen dat het straks beter verloopt. Nou, dit is niet zo bijzonder. Nou, dit is gewoon zeldzaam. Weer wat bling. Credits. Wanneer krijg ik dan wat leuks? Kom op nou. We krijgen veel dingen, maar het is nog niet wat ik wil. 200 munten. Nou, jee. Daar lig ik echt niet wakker van. Bling. We gaan door. Episch. Oeh, wat zit hierin? Het is een, een hartje. Heel leuk. Boeit me niet. We gaan door naar credits. Credits zijn op zich wel fijn om te hebben. Op zich. Zeldzaam. Nog meer van gif. Oh, we hebben gif bijna unlocked op deze manier ook trouwens. Dat was hem alweer. Jongen. We hebben geen geluk. Ja, in het begin hadden we een beetje geluk. We hebben hier trouwens straks ook nog een gratis beloning. Maar goed, laten we even één potje doen in de tussentijd. Want daar heb ik gewoon zin in. Want ik zag dat we Godzilla, een Godzilla evenement hadden. Even voor jullie. Dit zijn allemaal knokkers die ik nu heb. 44 van de 79. Laten we eens kiezen voor... Ja, wat is een leuke knokker om eventjes mee te spelen. Laten we er eentje doen die ik niet zo vaak heb gespeeld nog. Misschien die nieuwe. Ik heb volgens mij een nieuwe ergens tussen zitten. Laten we eens even kijken of ik hem kan vinden. Ja, dit is hem, de nieuwe. Het is Gus en die is een helper. Maar laten we hem ook even upgraden zo in de tussentijd. Huppa, waarom kan ik hem zo ver upgraden al? Of is dat altijd een limited? Nou, maakt het niet uit. We hebben hem geüpgraded. Laten we hem in ieder geval selecteren. Dan gaan we met hem een spelletje spelen. Ook al is het een helper, dus veel damage zullen we misschien niet doen. Maar we gaan het zien. We gaan zien, want ik heb deze game mode nog nooit gespeeld. Dus ik weet sowieso niet wat we moeten doen. Volgens mij moeten we de Godzilla aanvallen. Laten we dat gewoon doen. Kijken. Oh, even kijken. Vernietig vijandelijke gebouwen. Oh, het is wel gewoon 3-3. Oké. Nou, we gaan het zien. Ik zie dat de tegenstanders niet per se heel veel bijzondere dingen hebben. Oh, hij is Godzilla nu. Wat cool. Oké, wat kunnen we doen? We kunnen dingen gooien. Oh, ja, zeker kunnen we dingen gooien. Een paar raken. Gewoon raken. Kom hier. Oh, hij is bijna... Pak hem. Oh, hij is bijna down. Oh, we moeten die Godzilla pakken natuurlijk. Oh, nee. Oh, hij is alles kapot aan het maken. Doe niet. Ga dood. Jongens, help! Team! Waar is mijn team gebleven? Ik heb geen idee wat we nou moeten. Ik kan hier niks tegen doen. Het is... Ja, we hebben verloren, toch? Of niet? We hebben gewonnen. Ik heb geen idee. We hebben wel gewonnen. Waren ze nou gewoon daarboven bezig? Ik heb geen idee. Volgens mij hebben we verloren. Ja, helaas. Oké. Nou, prima. We weten in ieder geval hoe die game mode werkt. We gaan nu weer wat eieren openen. Want ik ben hier al wel klaar mee, als ik heel eerlijk ben. Zo, we gaan naar de winkel toe. Hebben we nog wat gratis wat we kunnen unlocken? Want er staat een gratis icoontje bij. Oh, kijk eens wat hier. Is dit gratis? Kunnen we gewoon Shotgun Shelly gratis krijgen? Brawl Stars is wel erg gul de laatste tijd. Ik weet niet of het al lang zo is dat je veel gratis dingen krijgt. Maar ik vind het prima. Op zich ben ik er wel blij. Oh, nog meer gratis dingen. Wat krachtpunten. Prima. Laten we die ook maar eventjes pakken dan. Alles wat gratis is, nemen we mee. We zijn nog steeds Nederlanders, tenzij de Belgen zijn. Ik weet niet, zijn Belgen ook gierig? Volgens mij niet, hè? Nederlanders zijn een beetje gierig. Die willen graag zoveel mogelijk gratis hebben. Oké, we gaan door naar de monstereieren. Hoeveel hebben we er nou al geopend? We hebben dus hier 6. Dus dit was 30 in totaal. Dat is 42. Nou, gaan we dan over de 50 heen? Jazeker. We gaan deze namelijk ook even kopen. Oké, hier moet toch een knokker in zitten. Of kunnen er geen knokkers in eieren zitten? Volgens mij wel. We beginnen trouwens meteen met episch. Of met mythisch zelfs. Het is bling. Oké. Ik was helemaal hyped voor niks. Super zeldzaam. Munten. Oké, hier zitten credits in. Voor Griff. Weer munten. Oh, super zeldzaam. Episch. Mythisch. Hoppa. Wat zit erin? Bling. Alweer. Geef mij dan wat anders dan bling. Ik wil wat anders hebben. Misschien moeten we het wat rustiger doen. Misschien moeten we... Oh, super zeldzaam. Episch. Ja. Oké, dat is episch. En wat krijgen we weer? Credits.
Oh, jongens. Oh, we hebben grip gekregen. Jawel, we hebben toch wel weer een nieuwe... hoe heet het gekregen? Een nieuwe knokker. We hebben een nieuwe knokker. Helemaal nice. Daar ben ik blij mee. Ho! Oh, we mogen een andere kiezen nu. We gaan wel voor Grom. Ik heb geen idee. We gaan gewoon voor Grom. Hoe je het ook wil noemen. Nou, we waren bezig met het openen van eieren. Super zeldzaam. En munten. Prima. Wat zit hierin? Wat puntjes. Wat zit hier dan in? En het is weer puntjes. Nou, dat was hem alweer voor die eieren. Ik dacht dat er ook knokkers in konden zitten. Zullen we dan ook nog deze openen? Oké, als jullie nu een like droppen op deze video, dan ga ik die laatste 12 ook openen. Dan hebben we er echt, heel veel eieren geopend in deze video. Maar dan hebben we ook een gratis beloning. En die wil ik eigenlijk wel hebben. Dus, drop nu een like. Oké, jullie hebben het gedaan. Top, we gaan hem kopen. Oké, hier moet toch wat vets in zitten. Dat kan toch niet anders. Hier moet iets tofs in zitten. Oké, we gaan door. Is zeldzaam, niet bijzonder. Huppa, weer wat punten. Gaan we door naar nog... We hebben 3 keer achter elkaar credits gekregen. Dat slaat nergens op. En bling. Geef me eens wat anders dan bling. Kunnen we geen mutaties meer krijgen of zo? Zit daar een maximum aan of zo? Ik heb geen idee. Nou, maar niet. We krijgen echt alleen maar munten, credits en dat soort dingen. Geef mij eens... episch. Wat krijgen we nu? Oké, we krijgen een spelerpictogram. Oké, leuk. Nou, we gaan door naar super zeldzaam. Ik weet het niet. Ik heb geen mutatie meer gezien zelfs. Nou, dat was hem alweer. Zonde. Oh, wat gebeurt er nou? Oh, ik heb hem al aangeklikt. Prima, we hebben hier een rode Super Ranger Brock. Cool. Heel leuk dat we die gekregen hebben. Nou, ik had gehoopt op meer, maar je ziet, ik kan nog veel meer eieren voor jullie openen in theorie. Dus als jullie willen dat ik dat ga doen, drop een like, abonneer en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!